Maarten Slingerland van de SGP, hoe kijk je terug naar zo'n avond? Ja, natuurlijk zijn wij wel een beetje teleurgesteld omdat wij een zetel kwijtgeraakt zijn. We hebben de vorige keer een vijfde restzetel hebben we naar binnen kunnen halen. Ja, die zijn we nu helaas kwijtgeraakt. Het was halverwege was heel, heel erg dichtbij met de ChristenUnie. Had je nog zoiets van, nou ja, dit houden we vast? Zo? Of had je toch nog een zinnetje achterop van, nou ja, Hasselt moet nog komen, Sluis moet nog komen? Ja, nou, ik loop natuurlijk al een paar verkiezingen mee en dan weet je wel waar je potentieel zit en waar het niet zit. En als je ziet dat Geerne-Muiden al nagenoeg binnen is, alleen je wacht nog op een paar bureaus uit Hasselt en Zwartsluis, ja, dan kan ik ongeveer wel uittellen hoe het zit. Dus ik had niet het gevoel van, hé, misschien gaat het toch nog gebeuren. Dat had ik niet. Nee, want uiteindelijk Geerne-Muiden kwam binnen. Nou ja, het was overduidelijk SGP. Geerne-Muiden stemt dus overduidelijk SGP. Nou ja, ik zag hem wel een beetje, jullie waren al aan het rekenen in ieder geval. Ja, natuurlijk. Je gaat gelijk rekenen van we weten ongeveer wat we op moeten halen om toch de andere kennen te kunnen compenseren. Dus ja, er wordt wel driftig gerekend. Maar je zet wel een beetje teleurstelling in ieder geval naar zo'n uitslag. Ja, natuurlijk ben je dankbaar dat we nog de vier zetels hebben. En ik kijk ook gewoon toch positief naar de toekomst toe. Maar het is altijd jammer dat je een zetel verliest. Ja, of nou een restzetel is of een volle zetel, dat maakt niet uit. Het is gewoon een zetelverlies. En je moet met een mannetje minder doen, dus je hebt hier een stem minder. Ja. Nou ja, en jullie campagne kan het in ieder geval niet liggen. Jullie hebben heel veel campagne gevoerd. Ben je uiteindelijk ook trots op je team? Ja, ik ben echt super trots op mijn team en we hadden ook een heel enthousiast team. En campagne voeren, dat doe je natuurlijk ook om stemmen te winnen. Maar aan de andere kant, het is gewoon één grote teambuilding sessie. En daar heb ik ook heel erg van genoten, dus ik had het absoluut niet willen missen. En aan mijn team ligt het niet. Nee, ik zag jullie dan, ik was dan toevallig net in het jeugdhoek dan, jullie hadden een SGP jongerenavond. En ik zie er ook echt enthousiasme van afstralen na zo'n avond. Daar geniet je ook van? Ja, natuurlijk. Ik geniet sowieso. Ik ben bij de SGP gekomen door een verkiezingscampagne, dus er zit er altijd nog wel een beetje in. En ik vind het gewoon ontzettend leuk. Alleen jammer dat je het dan op zo'n avond als deze niet helemaal kan verzilveren. Maar ja, dat is ook het politieke leven. Nou, en hoe nu verder voor jullie? Nou, hoe nu verder? We gaan eerst eens lekker slapen en morgen gaan we gewoon weer aan het werk. En, maar goed, wij hopen nog wel, wij staan gewoon klaar voor de coalitiedeelname. En we wachten wel af wat er verder gebeurt. Ja, het was in ieder geval een lange avond. Heel veel succes verder en hartstikke dank dat je voor de camera wou verschijnen. Ja, graag gedaan hoor.